Van harte welkom bij de ideeënmarkt van de gemeenteraad van Almelo. We hebben voor het model gekozen dat bij de bezoekers van eerdere ideeënmarkten, vroeger heette het de motiemarkt, wel bekend is, namelijk het opstelling van een aantal kraampjes, hebben we het genoemd, staattafels, waarbij mensen zich en hun ideeën kunnen presenteren. Mijn idee is om achter de winkel te wonen in plaats van boven de winkel. Dus de panden in Almelo die allemaal leeg staan, de winkelpanden, om daar de onderste verdieping om die te verkleinen, omdat die winkelruimtes heel groot zijn. En is een win-win situatie. Je hebt en een woning erbij en je hebt een kleinere winkel. En het, wat ik heel belangrijk vind is dat in Almelo is zoveel leegstand dat er toch wat winkeltjes kunnen blijven. Dat zie je in Deventer ook. Daar heb je veel winkeltjes, oude boekenwinkeltjes, antiek winkeltjes. Mensen zetten wat spulletjes buiten. Ja, dat verhoogt de vreugde en de gezelligheid in de stad. Is jouw idee volgens jou haalbaar en betaalbaar? Juist, ja. Want een winkel kopen of huren is ontzettend duur. Je hebt ook nog je eigen huis. En nu heb je dus een huis en een winkel in één ruimte. Op dit moment hebben we dit als zitplek. Nou, natuurlijk voor mensen 80, 90, toch niet iets wat je zegt van, daar kunnen ze op zitten. En wij zijn voor de QFOC, dat is een mobiele watermistunit. En dat is een apparaat waarmee we mensen met een onvermijdelijk grote kans op brand toch overleefbaarheid kunnen geven bij een brand. Wat doet uw apparaat precies? Het apparaat gaat watermist sproeien uit dit roestvrijstalen nozzeltje. Op het moment dat onze brandmelder een brand detecteert. Daarmee vullen we de kamer met watermist en zorgen we ervoor dat het meest dodelijke aspect van brand, inhalatie van hete giftige rook, dat die geneutraliseerd wordt. Dus je zal een brand overleven, ook als je niet vluchtvaardig bent. Hoe vond u de reacties van de gemeenteraadsleden tot nu toe? Kritisch, maar goed, met goede scherpe vragen en dat is ook nodig. Want we gaan namelijk vragen om gemeenschapsgeld. Dank u wel. Graag gedaan, u ook bedankt. Meneer Groothuis, u heeft een idee en dat heeft te maken met een spiegel. Ja, een spiegel. Niet om je haar te kammen. Als je in Almelo over het spoor komt bij de Allingsingel, dan heb je rechts direct de Sezervarkstraat. Maar er is er ook rechts een fietstunnel, die komt een beetje onderweg. En als je met de auto daar rechtsaf wilt, dan moet je heel goed uitkijken en rechts achter je, dat is heel lastig, van komt er nu ook een fietser of een brommer af. Wat is nou eenvoudiger om aan de overkant, aan de Sezervarkstraat, een spiegel te plaatsen, zodat je kunt zien wat komt daar nu uit de tunnel. Dat is een van die dingen, dat is simpel op te lossen. Maar ja, als je zegt van ja, nou, het valt nog wel mee, ja, dan moet je wachten tot wat gebeurt. Ja, dan zijn de rapen gaar. Hoe waren de reacties van de gemeenteraadsleden tot nu toe? Tot nu toe zeggen ze ja, een uitstekend idee. Want dat is een moeilijk punt.